En ik wil open, gewoon open. En niet open met allerlei debiele regels. Het is een prachtige dag, maar helaas kunnen de terrassen niet open. Hoe voelt u eigenlijk daardoor? Dat is een beetje vragen naar de bekende weg natuurlijk. Vervelend. Al maanden vervelend. Maar ja, we hebben te doen met de regels waaraan we ons te hebben te houden. Dus dat proberen we dan ook maar netjes vol te houden. Maar het wordt natuurlijk wel met de dag moeilijker. En zeker inderdaad wat je zegt met dit weer, met deze temperaturen. En je ziet mensen lopen, je ziet ze wandelen en je ziet ze zoeken en om zich heen kijken, kunnen we iets? En je wil zo graag, maar het mag niet. Ja, dat is jammer. Ja, het gevoel is hetzelfde als 6 maanden geleden. Dus we zijn niet open en of het nou mooi of slecht weer is, we zijn gewoon niet open. En dat is gewoon kloten. Ja, want u wilt natuurlijk wel hartstikke graag open. Ik wil open, maar ik wil wel open dat ik ook open kan zijn. Ik wil niet open met 2 man aan een tafeltje en... 6 tafeltjes, daar is dit bedrijf niet op gebouwd. En dat is het grootste probleem wat ze nu doen. Je moet maatwerk leveren. Dat hoor ik aan Nederland veel eerder moeten doen. Het is enorm mooi weer, maar het is hier enorm leeg. Ja, helaas. Het mag niet. Met de corona mogen de terrassen niet open. En binnen mogen we ook niet open. We hebben wel een koffie to go. Maar dat is bestellen en... betalen en wegwezen weer. Dus ze mogen hier ook nergens niet gaan zitten, helaas. We vinden het heel erg, maar ja, we moeten ons eigenlijk aan de maatregelen houden. Hoe voelt u zich eigenlijk door? Ik vind het niet leuk. Nee. Maar ja, het is niet anders. Nee, het is balen, ja. Ja, het is niet anders. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Wat doet dat met u? Dit is wel kloten, maar volksgezondheid wel voorop. Maar ja, weet je wat het is? Ze beloven elke keer, over 2 weken gaan we daar en daar doen. En dan gebeurt er weer wat. Dus dit gaat nog wel even duren, denk ik. Mijn pa die zei juli pas open. Ja, en dan hebben we nog een maandje of mooi weer en dan kunnen we weer naar binnen. En dan mag je weer met 30 man binnen zitten, denk ik. Maar ja, verkoop snoep en dat is alles. Ja, ik zie inderdaad verkoop snoep en dat is natuurlijk gewoon een hele grote omslag eigenlijk wel. Jawel. Maar het belangrijkste vind ik, natuurlijk wil je geld verdienen, maar we missen de mensen heel erg. En de oude hoeren met elkaar. En daar zitten ze lekker op een bankje en 4,5 meter kan het niet. Ja, daar moet je wat tegen kunnen, maar ja, we laten maar zoals het is en we luisteren wel naar de regels. Dus ja, we zien wel. Je moet gewoon, voor elk bedrijf moet jij gewoon maatwerk leveren. Kijk, voor Ingrid, die kan makkelijk open met 20 man, 25 man. Als ik deze toko op moet tuigen voor 25 man, is voor mij veel moeilijker, met alle kosten die erbij komen. Dus ik wil gewoon lekker open. En niet open met weer 450 regels waar ik mij aan moet houden. Weer politieagentje spelen waar ik helemaal geen zin in heb. Ik ben horeca ondernemer, ik wil ondernemen. Ik wil een politieagentje spelen. En ik wil open, gewoon open. En niet open met allerlei debiele regels. Dus ja, dubbel. Ik wil open, maar wel goed open. En niet open met 10 tafeltjes.